Les 1. Erkenning verdienen. Anna, ik vind dat ik meer verdien gezien mijn ervaring en vaardigheden. John, heb je dit met je leidinggevende besproken? Ja, dat heb ik. Ze zeiden dat ze het zouden overwegen. Dat is goed om te horen. Het is belangrijk om voor jezelf te pleiten. Daar ben ik het mee eens. Ik heb veel moeite gedaan en de verwachtingen overtroffen. Het is cruciaal om je prestaties en waarde te laten zien. Absoluut. Ik denk dat het tijd is voor een eerlijke evaluatie van mijn bijdrage. Houd je prestaties bij en presenteer ze duidelijk. Dat Vergeet ga ik zeker om doen. Om tijdens het hele het proces zelfverzekerd en professioneel te, benadrukken. te blijven. Ik blijf positief en blijf open communiceren. Een goede instelling is essentieel om de erkenning te krijgen die je verdient. Bedankt voor je steun en advies, Anna. Les 2: Late aankomst. Anna Sorry dat ik te laat ben. Heb ik iets belangrijks gemist? Maak je geen zorgen, John. We waren nog maar net begonnen. Geweldig, ik ben blij dat ik niets belangrijks heb gemist. We hadden het over de aanstaande deadline van het project. Kunt u me alstublieft de gegevens invullen? Natuurlijk, laat me je een kort overzicht geven van de tijdlijn van het project. Bedankt, Anna, ik waardeer je hulp. Je bent van harte welkom, John. Laten we je snel bijpraten. Ik ben bereid om te luisteren en bij te dragen aan de discussie. Perfect, laten we doorgaan met de projectupdate. Ik wil graag aan de slag. Ga alsjeblieft verder. Oké, okay, laten we meteen in de details duiken. Les 3. Feedback voor groei. Anna, dat is XXX. voorlopig genoeg. Vergeet niet dat feedback bedoeld is om je te helpen groeien. Absoluut, John. Ik geloof dat constructieve feedback waardevol is. Het is belangrijk om feedback te zien als een kans voor verbetering. Feedback helpt ons onze sterke punten en ontwikkelingsgebieden te identificeren. Dat is waar. Het is essentieel om een groeimindset te hebben. Gebruik feedback als een kans om je vaardigheden te verbeteren. Ik zal elke feedback serieus nemen en ervan leren. Denk na over de feedback en voer in die nodig wijzigingen door. Voortdurende verbetering is een belangrijk aspect van persoonlijke groei. Precies. Blijf open voor feedback en gebruik die in je voordeel. Bedankt dat je me herinnert aan het belang van feedback, Anna. Les 4: Genieten van maaltijden. Anna, om meer van je maaltijden te genieten, eet ik vaak tijdens het werk. Maar mag ik dat? John, het is het beste om een speciale maaltijd te hebben zonder afleiding. Ik begrijp je punt. Het is belangrijk om van het eten te genieten en te ontspannen. Als je multitaskt, waardeer je de smaken misschien niet helemaal. Dat is waar. Ik wil het meeste uit mijn maaltijden halen. Creëer een rustige omgeving en focus op het eten. Ik zal mijn best doen om werk en etenstijd van elkaar te scheiden. Het is gunstig voor de spijsvertering en het algemene welzijn. Ik waardeer je advies. Het is tijd om bewust van maaltijden te genieten. Les 5: Fantastische avond. Anna, ik ook niet. Het wordt een fantastische avond vol lekker eten en gezelschap. Ik ben ook enthousiast. Het wordt een leuke bijeenkomst. Ik kan niet wachten om te genieten van heerlijke gerechten en gesprekken aan te gaan. Het is een kans om blijvende herinneringen te creëren en een band met anderen te creëren. Absoluut. Lekker eten en goed gezelschap zorgen voor een geweldige tijd. Laten we het beste uit de avond halen en genieten. Ik ben het daar van harte mee eens. Het wordt een onvergetelijke ervaring. Ik ben dankbaar voor deze momenten van vreugde en verbondenheid. Ik ook, Anna. Laten we er een onvergetelijke avond van maken. Les 6. Geen beperkingen, wij bieden. Anna, zijn er beperkingen voor dit evenement? Nee, er zijn geen beperkingen. Iedereen is welkom om aanwezig te zijn. Dat is geweldig om te horen. Ik ben blij dat er geen beperkingen zijn. We streven ernaar om het evenement voor iedereen inclusief te maken. Het is belangrijk om een open en toegankelijke omgeving te creëren. Wij zorgen voor alle benodigde apparatuur en accommodaties. Dat is fantastisch. Het zorgt voor een soepele ervaring voor iedereen. We willen dat iedereen zich op zijn gemak voelt en van het evenement geniet. Ik waardeer de moeite om het toegankelijk te maken voor iedereen. Wij geloven in gelijke kansen en een gastvrije sfeer. Bedankt voor de opheldering, Anna. Ik kijk uit naar het evenement. Les 7. Factoren analyseren. Anna, er lijkt een daling in de verkoop te zijn. We moeten de factoren erachter analyseren. Daar ben ik het mee eens, John. Het is cruciaal om de redenen voor de daling te begrijpen. Misschien speelt meer concurrentie een rol in de omzetdaling. Dat is een geldig punt. Concurrentie kan invloed hebben op het marktaandeel. We moeten onze marketingstrategieën en klantvoorkeuren evalueren. Het identificeren van verbeterpunten kan ons helpen om weer vaart te krijgen. Laten we gegevens verzamelen en een grondige analyse uitvoeren. Het is belangrijk om datagestuurde beslissingen te nemen voor ons bedrijf. Akkoord. Door de factoren te begrijpen. Kunnen we passende maatregelen nemen? Laten we samenwerken om de hoofdoorzaken te ontdekken en oplossingen te vinden. Ik waardeer je medewerking, Anna. Laten we het tot op de bodem uitzoeken. Les 8: Extra kussens beschikbaar. Anna, hebben we extra kussens voor de gasten? Ja, dat doen we. We hebben extra kussens voor hun comfort. Dat is goed om te weten. Hoeveel kussens hebben we? We hebben verschillende extra kussens beschikbaar voor gebruik. Dat is geweldig. Het zorgt voor een comfortabel verblijf voor onze gasten. We geven prioriteit aan hun comfort en zorgen voor de nodige voorzieningen. Ik ben blij dat we de middelen hebben om aan hun behoeften te voldoen. Het is belangrijk om hun verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Bedankt dat je ervoor hebt gezorgd dat we genoeg kussens hebben, Anna. Je bent van harte welkom, John. We streven ernaar om uitstekende service te bieden. Les 9. Breed scala aan unieke items. Anna, moet ik me zorgen maken over het vinden van unieke items op de markt? Maak je geen zorgen, John. De verkopers bieden een breed scala aan unieke artikelen aan. Dat is geruststellend. Ik ben verheugd om nu de markt te verkennen. Je vindt er een verscheidenheid aan unieke producten om uit te kiezen. Dat is precies wat ik zoek. Ik wil iets speciaals. De verkopers zijn trots op hun unieke en handgemaakte items. Ik ben blij dat te horen. Ik weet zeker dat ik iets speciaals zal vinden. Geniet van je winkelervaring en ontdek verborgen schatten. Bedankt voor de verzekering, Anna, ik waardeer je hulp. Les 10: Ik help graag. Anna, ik heb hulp nodig bij deze taak. Ben je beschikbaar? Geen probleem, John, ik help je graag verder. Dat is geweldig. Uw steun wordt zeer gewaardeerd. Ik ben er om je te helpen en je succes te verzekeren. Bedankt dat je een handje wilde helpen. Het is mij een genoegen. Laten we samenwerken om de taak te volbrengen. Ik ben dankbaar voor je hulp, Anna. Aarzel niet om contact op te nemen als je meer hulp nodig hebt. Ik zal dat in gedachten houden. Nogmaals bedankt voor je steun. Les 11. Verbondenheid boven gedeelde belangen. Anna, we konden elkaar zeker regelmatig ontmoeten en een band opbouwen over onze liefde voor. John, dat klinkt als een geweldig idee. Het zou geweldig zijn om met elkaar in contact te komen over onze gedeelde interesses. Absoluut. Het is altijd leuk om tijd door te brengen met gelijkgestemden. Daar ben ik het mee eens. Het delen van ervaringen en het bespreken van onze passies kan sterke verbindingen creëren. Het is een fantastische manier om vriendschappen op te bouwen en onze horizon te verbreden. Ik denk dat het voor ons beiden een bevredigende en verrijkende ervaring zou zijn. Ik vind het leuk om gesprekken aan te gaan en van elkaar te leren. Ik ook. Laten we ervoor zorgen dat dit regelmatig gebeurt en onze verbinding verdiepen. Ik kijk er naar uit. Anna, het zal een geweldige kans zijn om samen te groeien. Zeker. Onze gedeelde belangen zullen onze band versterken. Les 12. Onvergetelijke ervaringen creëren. Anna, nieuwe plekken laten we er een onvergetelijke ervaring van maken. John, daar ben ik het helemaal mee eens. Laten we ervoor zorgen dat we blijvende herinneringen creëren. Het is belangrijk om het beste uit onze ervaringen te halen en ze te koesteren. Absoluut. We moeten elk moment omarmen en er speciaal van maken. Door nieuwe plekken te verkennen, kunnen we onze perspectieven verbreden. Het is een kans voor persoonlijke groei en het ontdekken van nieuwe culturen. Laten we ons onderdompelen in de lokale gebruiken en tradities. Dat is een geweldig idee. Het zal onze ervaringen authentieker maken. Ik kijk ernaar uit om aan deze reis te beginnen en onvergetelijke herinneringen te creëren. Ik ook. Laten we het beste uit onze tijd halen en verhalen creëren om te delen. Les 13: Navigeren in de winkel. Anna, het brood ligt absoluut in gangpad 7 aan de achterkant van de winkel. John, bedankt voor de informatie. Ik ga naar gangpad 7. Je vindt er een ruime keuze aan broodopties. Dat is nuttig. Ik waardeer je begeleiding. Als je nog meer hulp nodig hebt, vraag het dan gerust. Bedankt. Ik zal gangpad 7 verkennen en vinden wat ik nodig heb. Ik ben blij dat ik kon helpen. Veel winkelplezier, Anna. Nogmaals bedankt, John. Ik vind wel het brood dat ik zoek. Les 14: Passie voor straatfotografie. Anna, ik hou van straatfotografie en het vastleggen van openhartige momenten. John, dat is een fascinerende hobby. Openhartige fotografie kan heel expressief zijn. Ik vind het leuk om authentieke emoties en verhalen uit het dagelijks leven vast te leggen. Het is een prachtige manier om momenten vast te leggen die vaak onopgemerkt blijven. Ik geloof dat straatfotografie een kijkje kan geven in verschillende culturen en levensstijlen. Absoluut. Het is een venster op de wereld om ons heen. Ik ben altijd op zoek naar interessante onderwerpen en unieke composities. Je passie voor straatfotografie moet leiden tot boeiende beelden. Ik streef ernaar om de essentie van een moment vast te leggen en een verhaal over te brengen. Ik waardeer je toewijding aan deze kunstvorm, John. Blijf die openhartige momenten vastleggen. Les 15 Avontuurlijke activiteiten. Anna, heb je avontuurlijke activiteiten gedaan? John, ja, ik ben gaan wandelen en heb geprobeerd te surfen. Dat klinkt spannend. Wandelen geeft je de mogelijkheid om in contact te komen met de natuur. Het was een verfrissende ervaring. Ik heb genoten van de mooie uitzichten en de uitdaging. En hoe was jouw surfavontuur? Surfen was spannend. Op de golven rijden was een adrenaline stoot. Het moet een geweldige manier zijn geweest om de oceaan te omarmen en je vaardigheden te testen. Absoluut. Het duwde me uit mijn comfortzone en leerde me veerkracht. Ik bewonder je avontuurlijke geest, Anna. Het is inspirerend. Bedankt, John. Het is belangrijk om nieuwe ervaringen op te doen en het onbekende te omarmen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Laten we doorgaan met het aangaan van nieuwe avonturen. Les 16. Dagelijkse activiteiten delen. Anna, ben je gisteren uitgegaan? Heb je iets interessants gevonden? John, ja, ik ging erop uit en ging op onderzoek uit. Ik heb een aantal unieke winkels en cafés gevonden. Dat is geweldig. Het ontdekken van nieuwe plekken kan best spannend zijn. Het was een aangename verrassing om op verborgen juweeltjes te stuiten. Door de stad te verkennen, kunnen we haar verborgen schatten ontdekken. Absoluut. Het is altijd de moeite waard om buiten de gebaande paden te gaan. Ik ben blij dat je een vruchtbaar uitstapje hebt gehad, Anna. Het voegt een vleugje avontuur toe aan ons dagelijks leven. Bedankt, John. Het was een heerlijke ervaring. Les 17. Boottocht naar nabijgelegen eilanden. Anna, als je tijd hebt, maak dan een boottocht naar de nabijgelegen eilanden. Het is echt pittoresk. John, dat klinkt als een geweldig idee. De eilanden moeten prachtige uitzichten bieden. De serene wateren en schilderachtige landschappen zijn inderdaad een lust voor het oog. Ik kan me de rust en schoonheid van de eilanden voorstellen. Het is een geweldige kans om even te ontsnappen aan de drukte van de stad. Ik zou me graag willen onderdompelen in de natuurlijke schoonheid en genieten van de rustige sfeer. Het is een ervaring die je geest zal verfrissen en je geest zal verjongen. Bedankt voor de suggestie, John. Ik zal zeker overwegen om een boottocht te maken naar de nabijgelegen eilanden. Les 18: Weekendplannen. Anna, hey, heb je plannen voor het weekend? John, niet echt. Gewoon rustig aandoen. Hoe zit het met jou? Ik ben ook van plan om te ontspannen en tot rust te komen. Het is goed om wat vrije tijd te hebben. Absoluut. Weekends zijn een geweldige kans om op te laden en nieuwe energie op te doen. Misschien ga ik wat lezen en breng ik wat tijd buitenshuis door. Dat klinkt als een perfecte manier om van het weekend te genieten. Soms is het belangrijk om het rustiger aan te doen en een pauze te nemen van onze drukke schema's. Daar ben ik het helemaal mee eens. Het is essentieel voor ons welzijn. XXX. Les 19. Wederzijds begrip in een project. Anna, absoluut. Het is cruciaal om een wederzijds begrip van het project te hebben. John, daar ben ik het mee eens. Duidelijke communicatie en gedeelde doelen zijn essentieel voor succes. Als iedereen op één lijn zit, bevordert dat de efficiëntie en samenwerking. Het zorgt ervoor dat iedereen werkt aan een gemeenschappelijk doel. Misverstanden kunnen tot een minimum worden beperkt en de productiviteit kan worden gemaximaliseerd. Een sterke basis van wederzijds begrip maakt de weg vrij voor effectief teamwork. Het is belangrijk om actief te luisteren, twijfels weg te nemen en open communicatielijnen te onderhouden. Ik geloof dat het bevorderen van een cultuur van begrip leidt tot betere resultaten. Les 20. Specifieke voorkeuren. Anna, geen probleem. Heb je nog andere specifieke voorkeuren in gedachten? John, bedankt voor het vragen. Ik sta open voor verschillende opties. Het is goed om flexibiliteit te hebben en verschillende mogelijkheden te verkennen. Ik ben geïnteresseerd in het uitproberen van nieuwe ervaringen en het ontdekken van nieuwe dingen. Dat is een geweldige manier van denken om te hebben. Het opent deuren naar spannende kansen. Ik weet zeker dat we iets zullen vinden dat bij onze interesses paast. Laten we een open geest houden en samen nieuwe ervaringen aangaan. Absoluut, John. Ik kijk ernaar uit om verschillende wegen te verkennen. Les 21: Weiden. Anna, ben je ooit in weilanden geweest? Het klinkt heerlijk. John, ik ben er niet geweest, maar het klinkt heerlijk. Weiden bieden een serene en vredige omgeving. Het moet een verfrissende ontsnapping uit de stad zijn. Het is inderdaad een kans om in contact te komen met de schoonheid van de natuur. Weiden verkennen klinkt als een geweldige ervaring. Het is een eenvoudig plezier dat vreugde en rust brengt. Ik zou graag ooit weiden bezoeken en genieten van hun natuurlijke charme. X -X -X -X. Les 22. Salarisverwachtingen. Anna, welk salarisbereik verwacht je voor deze functie? John, ik heb er nog niet over nagedacht. Hoe zit het met jou? Ik overweeg een assortiment dat aansluit bij mijn ervaring en de industriestandaarden. Het is belangrijk om realistische verwachtingen te hebben op basis van onze kwalificaties en de arbeidsmarkt. Absoluut. Het vinden van de juiste balans tussen salaris en werkplezier is cruciaal. Ik zal wat onderzoek doen en de marktwaarde voor deze rol evalueren. Dat is een goede aanpak. Het helpt ons om te onderhandelen over een eerlijk compensatiepakket. Daar ben ik het mee eens. Het is essentieel om goed geïnformeerd en zelfverzekerd te zijn tijdens salarisgesprekken. Les 23. Herinneringen creëren. Anna, hou je een dagboek bij of maak je foto's om herinneringen te creëren? John, ik doe beide. Het is een geweldige manier om waardevolle momenten te bewaren. Door een dagboek bij te houden, kunnen we nadenken over onze ervaringen en emoties. Ja, het helpt ons om de details en de betekenis van elke herinnering vast te leggen. En foto's bieden visuele herinneringen aan de mensen en plaatsen die we koesteren. Het is belangrijk om een balans te vinden tussen documenteren en leven in het heden. Absoluut, we moeten de wens om elk moment vast te leggen niet de werkelijke ervaring laten overschaduwen. Herinneringen gaan niet alleen over de foto's en woorden. Ze gaan over de gevoelens en verbanden. Les 24: Ochtendroutine. Anna, hoe laat word je gewoonlijk ochtends wakker? John. Ik word meestal om zeven uur wakker. Hoe zit het met jou? Ik ben een vroege vogel. Ik word rond zes uur wakker om mijn dag te beginnen. Dat is indrukwekkend. Vroeg in de ochtend kan behoorlijk productief zijn. Ik vind dat een consistente ochtendroutine een positieve toon zet voor de dag. Het is belangrijk om gewoontes aan te leren die het welzijn en de productiviteit bevorderen. Daar ben ik het mee eens. Een goed geplande ochtendroutine kan onze algehele efficiëntie verbeteren. Les 25. De stad verkennen. Anna, heb je de laatste tijd de stad verkend? John, ja. Ik heb nieuwe plekken ontdekt en genoten van de lokale bezienswaardigheden. Dat is geweldig. De stad verkennen biedt een schat aan ervaringen. Het is een geweldige manier om jezelf onder te dompelen in de cultuur en levendige sfeer. Zorg ervoor dat u prioriteit geeft aan veiligheid en dat u de nodige reisrichtlijnen volgt. Absoluut. Veiligheid is van het grootste belang. Ik zal ervoor zorgen dat ik mijn reizen dien overeenkomstig plan. Geniet van je verkenningen en mogen je veilige en onvergetelijke avonturen beleven. Les 26. Sara's Engelse les. Anna, ik heb gehoord dat je een leraar bent. Wat geef je les? John. Ik geef Engelse les. Het is een onderwerp waar ik een passie voor heb. Dat is geweldig. Engels is een essentiële vaardigheid in de geglobaliseerde wereld van vandaag. Ja, het biedt mogelijkheden voor communicatie en persoonlijke groei. Ik ben er zeker van dat uw studenten profiteren van uw expertise en toewijding. Bedankt, John. Ik streef ernaar om Engels leren leuk en effectief te maken. Talen leren is een levenslange reis en je begeleidt je leerlingen op dat pad. Het is lonend om hun vooruitgang te zien en hun zelfvertrouwen te zien groeien. Ga zo door met het geweldige werk, Sarah. Je maakt een verschil in hun leven. Les 27. Goed om te weten. Anna, het is goed om te weten dat we dezelfde interesses hebben. John, het is altijd leuk om raakvlakken te vinden met iemand. Ik waardeer het om gesprekken te voeren die mijn perspectief verbreden. Het is essentieel om verschillende meningen te omarmen en van elkaar te leren. Absoluut. Het begrijpen van verschillende gezichtspunten verrijkt onze kennis en ons begrip. Daar ben ik het mee eens. Door een open dialoog kunnen we groei en wederzijds respect bevorderen. Laten we doorgaan met zinvolle discussies en onze horizon verbreden. Les 28. Betaalbaar wonen. Anna, heb je nagedacht over de kosten van levensonderhoud in onze stad? John, ja, betaalbaarheid is een belangrijke factor bij het kiezen van een plek om te wonen. Het is cruciaal om een locatie te vinden die binnen ons budget past. Zijn er specifieke gebieden die u aanbeveelt voor betaalbaar wonen? Ik raad aan om wijken buiten het stadcentrum te verkennen voor meer betaalbare opties. Dat klinkt als een praktische aanpak. Ik zal dat in gedachten houden tijdens mijn zoektocht. Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen kosten en gemak. Absoluut. Het is ideaal om een betaalbare plek te vinden zonder concessies te doen aan essentiële voorzieningen. Les 29. Aanbevelingen voor pizza. Anna, ik heb gehoord dat er een nieuwe pizzeria is in de stad. Het klinkt heerlijk. John, hoe zit het met hun pizza-opties? Eventuele aanbevelingen. Ik heb goede dingen gehoord over hun margarita pizza. Het is een klassieke keuze. Dat klinkt verleidelijk. Ik geniet van een goede margarita pizza. Ze bieden ook een verscheidenheid aan toppings, zodat je je pizza naar wens kunt aanpassen. Dat is perfect. Ik waardeer het dat ik opties heb die aan mijn voorkeuren voldoen. Ik weet zeker dat je zult genieten van hun overheerlijke pizza's. Eet smakelijk. Les 30: Voortgangsbijeenkomsten. Anna, om op koers te blijven, kunnen we wekelijkse voortgangsgesprekken plannen. John. Ik denk dat dat ons verantwoordelijk zou houden en ons zou helpen onze vooruitgang te meten. Het is belangrijk om regelmatig in te checken om ervoor te zorgen dat we onze doelen halen. Ja, het biedt de mogelijkheid om uitdagingen te bespreken en over oplossingen te brainstormen. Door samen onze voortgang te bekijken, kunnen we aanpassingen maken en gefocust blijven. Ik denk dat deze bijeenkomsten zullen bijdragen aan ons succes. Laten we ze productief maken. Akkoord. Laten we onze eerste voortgangsvergadering plannen en ons voorbereiden op prestaties. Les 31. Muzikaal intermezzo. Anna, ik heb je muziekinstrumenten horen spelen. Dat is interessant. John, ja, ik speel graag instrumenten in mijn vrije tijd. Het is een geweldige manier om te ontspannen en jezelf creatief uit te drukken. Muziek spelen geeft me vreugde en stelt me in staat om te ontspannen van de dagelijkse routine. Ik kan me voorstellen welk gevoel van voldoening het je geeft. Absoluut. Het is een bevredigende hobby die mijn ziel voedt. Blijf genieten van je muzikale intermezzo's. Ze maken een speciaal deel uit van wie je bent. Les 32: Accommodatiemogelijkheden. Anna, heb je hotels of Airbnb overwogen voor je aanstaande reis? John. Ik vergelijk prijzen en locaties voor beide opties. Het is verstandig om verschillende mogelijkheden te verkennen om de beste pasvorm te vinden. Ik wil zorgen voor betaalbaarheid en gemak tijdens mijn verblijf. Door de voor- en nadelen af te wegen, kunt u een weloverwogen beslissing nemen. Absoluut. Het is belangrijk om rekening te houden met factoren zoals voorzieningen en de nabijheid van attracties. Neem de tijd om onderzoek te doen en de accommodatie te vinden die aan uw behoeften voldoet. Les 33: Onszelf pushen. Anna, ik denk dat we onszelf moeten blijven pushen om onze doelen te bereiken. John, daar ben ik het helemaal mee eens. Voortdurende verbetering is essentieel. Laten we ambitieuze doelen stellen en hard werken om ze te bereiken. Ja, en als we mijlpalen hebben bereikt, laten we dan onze successen vieren. Het is belangrijk om onze vooruitgang te erkennen en gemotiveerd te blijven. Absoluut. Het erkennen van onze prestaties voedt onze vastberadenheid. Laten we blijven streven naar grootsheid. We hebben het potentieel om opmerkelijke dingen te bereiken. Les 34. Taken uitbesteden. Anna, als we de benodigde tijd willen verkorten, kan het uitbesteden van taken een optie zijn. John. Je hebt gelijk. Outsourcing kan ons helpen om ons te concentreren op onze kernverantwoordelijkheden. Door bepaalde taken te delegeren, kunnen we onze workflow stroomlijnen. Het is een praktische oplossing om efficiëntie en productiviteit te optimaliseren. We moeten taken identificeren die kunnen worden uitbesteed zonder aan kwaliteit in te boeten. Absoluut. Het vinden van betrouwbare partners kan bijdragen aan ons algemene succes. Laten we de mogelijkheden voor uitbesteding verkennen en onze werklast beter beheersbaar maken. Les 35 Planten verpotten. Anna, als je planten hun containers ontgroeien, zorg er dan voor dat je ze verpot. John. Dat is een goede herinnering. Ik regel het wel als de tijd daar is. Door te verpotten kunnen planten blijven bloeien en wordt wortelcongestie voorkomen. Het is belangrijk om planten voldoende ruimte te geven om te groeien en toegang te krijgen tot voedingsstoffen. Door te verpotten zorg je voor hun welzijn en bevorder je een gezonde groei. Absoluut, ik hou mijn planten in de gaten en verpot ze indien nodig. Je groene vingers zorgen ervoor dat je planten blijven bloeien. Goed gedaan. Les 31: Muzikale Passies. Anna, ik hoor dat je muziekinstrumenten speelt. Fascinerend. John, inderdaad. Ik speel graag instrumenten in mijn vrije tijd. Het is een heerlijke manier om te ontspannen en creativiteit te uiten. Muziek spelen geeft me vreugde en helpt me tot rust te komen. Ik kan me voorstellen welk gevoel van voldoening het je geeft. Absoluut. Het is een bevredigende hobby die mijn ziel voedt. Blijf genieten van je muzikale intermezzo's. Ze maken een speciaal deel uit van wie je bent. Les 32: Keuzes voor accommodatie. Anna, heb je hotels of Airbnb overwogen voor je aanstaande reis? John, ik vergelijk prijzen en locaties voor beide opties. Het is verstandig om verschillende mogelijkheden te verkennen om de beste pasvorm te vinden. Ik wil zorgen voor betaalbaarheid en gemak tijdens mijn verblijf. Door de voor- en nadelen af te wegen, kunt u een weloverwogen beslissing nemen. Absoluut, het is belangrijk om rekening te houden met factoren zoals voorzieningen en de nabijheid van attracties. Neem de tijd om onderzoek te doen en de accommodatie te vinden die aan uw behoeften voldoet. Les 33. Uitdagingen aangaan. Anna, ik denk dat we onszelf moeten blijven pushen om onze doelen te bereiken. John, daar ben ik het helemaal mee eens. Voortdurende verbetering is essentieel. Laten we ambitieuze doelen stellen en hard werken om ze te bereiken. Ja, en als we mijlpalen hebben bereikt, laten we dan onze successen vieren. Het is belangrijk om onze vooruitgang te erkennen en gemotiveerd te blijven. Absoluut. Het erkennen van onze prestaties voedt onze vastberadenheid. Laten we blijven streven naar grootsheid. We hebben het potentieel om opmerkelijke dingen te bereiken. Les 34. Slimme delegatie. Anna, als we de benodigde tijd willen verkorten, kan het uitbesteden van taken een optie zijn. John, je hebt gelijk. Outsourcing kan ons helpen om ons te concentreren op onze kernverantwoordelijkheden. Door bepaalde taken te delegeren, kunnen we onze workflow stroomlijnen. Het is een praktische oplossing om efficiëntie en productiviteit te optimaliseren. We moeten taken identificeren die kunnen worden uitbesteed zonder aan kwaliteit in te boeten. Absoluut. Het vinden van betrouwbare partners kan bijdragen aan ons algemene succes. Laten we de mogelijkheden voor uitbesteding verkennen en onze werklast beter beheersbaar maken. Les 35 Bloeiende planten Anna, vergeet niet je planten te verpotten als ze hun containers ontgroeien. John, dat is een goede herinnering. Ik regel het wel als de tijd daar is. Door te verpotten kunnen planten blijven bloeien en wordt wortelcongestie voorkomen. Het is belangrijk om planten voldoende ruimte te geven om te groeien en toegang te krijgen tot voedingsstoffen. Door te verpotten zorg je voor hun welzijn en bevorder je een gezonde groei. Absoluut. Ik hou mijn planten in de gaten en verpot ze indien nodig. Je groene vingers zorgen ervoor dat je planten blijven bloeien. Goed gedaan. Les 36. Dat is logisch. Anna, ik heb erover nagedacht om ons project met het team te bespreken. John, dat is logisch. Ik zal proberen een goed moment te vinden om erover te praten. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zit. Absoluut. Open communicatie leidt tot betere samenwerking. Laten we een vergadering plannen en eventuele zorgen of ideeën bespreken. Ik zal ervoor zorgen dat ik het snel inplan en een agenda maak. Op die manier kunnen we duidelijk en efficiënt vooruitgang boeken. Akkoord, laten we ervoor zorgen dat iedereen de kans heeft om bij te dragen. Door een ondersteunende omgeving te creëren, kunnen we onze doelen bereiken. Ik zal mijn best doen om een productieve en boeiende discussie mogelijk te maken. Uitstekend! Jouw leiderschapskwaliteiten zullen ons naar succes leiden. Les 37. Ontspan en geniet. Anna, er komt een netwerkevenement aan. Vergeet niet te ontspannen en te genieten van het ontmoeten van nieuwe mensen. John, je hebt gelijk. Ik heb de neiging zenuwachtig te worden in sociale omgevingen. Wees gewoon jezelf en benader gesprekken met nieuwsgierigheid. Het is belangrijk om echte contacten te leggen en interesse te tonen. Je zult het geweldig doen. Ontspan gewoon en laat je persoonlijkheid stralen. Bedankt voor de aanmoediging. Ik zal dat in gedachten houden. Grijp de kans om je professionele netwerk uit te breiden. Absoluut. Het is een kans om van anderen te leren en relaties op te bouwen. Geniet van de ervaring en haal het beste uit elke interactie. Ik neem je advies ter harte en haal het beste uit het evenement. Les 38. Veiligheid is belangrijk. Anna, beide auto's hadden goede veiligheidsbeoordelingen. Dat is belangrijk. Heb je voorkeuren? John, veiligheid is voor mij absoluut een prioriteit bij het kiezen van een auto. Het is cruciaal om rekening te houden met functies die bescherming bieden op de weg. Absoluut, ik wil de veiligheid van mezelf en mijn passagiers garanderen. Laten we eens kijken naar de veiligheidsspecificaties van elke auto die we overwegen. Op die manier kunnen we een weloverwogen beslissing nemen op basis van de gegevens. We geven prioriteit aan voertuigen met geavanceerde veiligheidstechnologieën. Akkoord, een auto die gemoedsrust biedt, is het waard om in te investeren. De veiligheid mag nooit in het gedrang komen als het om transport gaat. Daar ben ik het helemaal mee eens. Het is een aangename verrassing om auto's te vinden die veiligheid voorop stellen. Les 39 Carrière-Inspanningen: Anna, ik wens je veel succes bij je eigen carrière-inspanningen. John, bedankt. Ik waardeer uw steun en goede wensen. Het is belangrijk om je passies na te streven en naar succes te streven. Absoluut. Ik ben verheugd om nieuwe kansen aan te gaan. Vertrouw op je capaciteiten en grijp elke kans om te groeien. Ik zal hard werken en vastbesloten blijven om mijn doelen te bereiken. Vergeet niet om veerkrachtig te blijven en van elke ervaring te leren. Ik ga uitdagingen aan en gebruik ze als springplank naar vooruitgang. Jouw toewijding en talent zullen ongetwijfeld tot grote prestaties leiden. Les 40: Aangename Verrassingen. Anna, het hotel dat we hebben geboekt, heeft uitstekende voorzieningen. Daar ben ik het helemaal mee eens. John, het is altijd een aangename verrassing om geweldige voorzieningen te hebben tijdens een verblijf. Het verbetert de algehele ervaring en draagt bij aan ons comfort. Absoluut. Voorzieningen kunnen een aanzienlijk verschil maken in de kwaliteit van een hotel. Laten we de faciliteiten optimaal benutten en genieten van onze tijd daar. Akkoord, we moeten gebruik maken van de voorzieningen die ons ter beschikking staan. Het is een geweldige bonus die ons verblijf verbetert en blijvende herinneringen creëert. Ik kijk er naar uit om alle voorzieningen van het hotel te ervaren. Het wordt een heerlijke en onvergetelijke reis met zulke aangename verrassingen. Les 41. Te leveren producten en tijdlijn. Anna, laten we beginnen met het identificeren van de resultaten voor ons project. John, dat is een goede aanpak. Duidelijke resultaten zullen ons gefocust houden. We moeten specifieke doelstellingen en meetbare resultaten definiëren. Absoluut. Het is belangrijk om tastbare resultaten te hebben om naartoe te werken. Zodra we de resultaten hebben, kunnen we een realistische tijdlijn maken. Akkoord. Een goed geplande tijdlijn zal ons helpen onze taken effectief te beheren. We moeten rekening houden met afhankelijkheden en middelen dienovereenkomstig toewijzen. Op die manier kunnen we zorgen voor een soepele workflow en tijdige afronding. Laten we samenwerken en een duidelijk stappenplan opstellen voor ons project. Ik ben aan boord. Effectieve planning zal ons naar succes leiden. Door duidelijke resultaten en een realistische tijdlijn vast te stellen, kunnen we onze doelen bereiken. Les 42, Schema. Anna, ik stel een maximum van drie weken voor het projectschema voor. John, dat klinkt redelijk. Een kortere termijn kan de efficiëntie verhogen. We moeten de taken opsplitsen en specifieke deadlines toekennen. Absoluut. Een gedetailleerd schema helpt ons om op koers te blijven. Laten we eens kijken naar mogelijke knelpunten of afhankelijkheden. Akkoord. We moeten rekening houden met alle factoren die van invloed kunnen zijn op de tijdlijn. Regelmatige voortgangscontroles zorgen ervoor dat we onze deadlines halen. Op die manier kunnen we eventuele problemen snel aanpakken en indien nodig aanpassen. Laten we het schema afronden en dit aan het team meedelen. Ik zorg ervoor dat iedereen op de hoogte is van zijn taken en deadlines. Les 43. Positieve veranderingen. Anna, heb je de laatste tijd nog andere positieve veranderingen opgemerkt? John, ja, ik slaap nu veel beter en mijn energieniveau is verbeterd. Dat is geweldig om te horen. Een goede nachtrust heeft een aanzienlijke invloed op het welzijn. Absoluut, ik heb prioriteit gegeven aan rust en een bedtijdroutine ingesteld. Het is verbazingwekkend hoe kleine veranderingen een groot verschil kunnen maken. Voor onszelf zorgen leidt inderdaad tot positieve veranderingen in verschillende aspecten van het leven. Ga zo door met het goede werk, je welzijn is een prioriteit. Bedankt voor je steun. Ik zal me blijven concentreren op zelfzorg. Les 44. Prijzen. Anna, heb je gekeken naar de prijsopties voor verzending? John, ja, DHL en Fedex hebben concurrerende tarieven voor internationale verzending. Dat is goed om te weten. We moeten ook rekening houden met hun betrouwbaarheid. Absoluut. We hebben een verzendprovider nodig die we kunnen vertrouwen. Laten we hun diensten en prijzen nader vergelijken. Akkoord, we moeten de voordelen en kosten van elke optie analyseren. Het is belangrijk om een balans te vinden tussen kosteneffectiviteit en kwaliteit. Op die manier kunnen we de beste verzendoplossing kiezen voor onze behoeften. Les 45: Marketingstrategieën. Anna, wat vind je van marketingstrategieën? John, digitale reclame lijkt tegenwoordig de meest effectieve aanpak. Ik ben het ermee eens dat online platforms een breed bereik en targetingopties bieden. We moeten ook rekening houden met contentmarketing en betrokkenheid bij sociale media. Zeker, het aanbieden van waardevolle inhoud kan klanten aantrekken en behouden. En contact maken met ons publiek op sociale media zorgt voor merkloyaliteit. Laten we een uitgebreid marketingplan ontwikkelen dat deze strategieën combineert. Akkoord. Een veelzijdige aanpak zal onze marketinginspanningen maximaliseren. Door gebruik te maken van digitale reclame en aantrekkelijke inhoud kunnen we onze doelgroep effectief bereiken. Les 46: Vergunningen verkrijgen. Anna, we moeten van tevoren vergunningen aanvragen. Laat mij dat voor je regelen. John. Dat is een verantwoorde aanpak. Bedankt dat je dit hebt afgehandeld. Ik zorg ervoor dat we voldoen aan alle nodige voorschriften en papierwerk. Het is cruciaal om over de vereiste vergunningen te beschikken om complicaties te voorkomen. Ik zal contact opnemen met de bevoegde autoriteiten en alle nodige informatie verzamelen. Geweldig! Laten we ervoor zorgen dat alles op orde is voordat we verder gaan. Ik hou je op de hoogte van de voortgang en eventuele aanvullende vereisten. Op die manier kunnen we soepel en zonder vertragingen vooruitgang boeken. Ik zal het vergunningsproces efficiënt afhandelen en we zijn klaar om te gaan. Bedankt, John. Uw aandacht voor detail wordt zeer gewaardeerd. Les 47: zonlicht en ramen. Anna, de ramen kunnen de ruimte echt opvleuren. Laat het zonlicht binnen. John, daar ben ik het mee eens. Natuurlijk licht zorgt voor een aangename en uitnodigende sfeer. Het is verbazingwekkend hoe zonlicht een positieve invloed kan hebben op onze stemming en productiviteit. Absoluut. We moeten het gebruik van natuurlijk licht in ons ontwerp maximaliseren. Grote ramen en een juiste plaatsing kunnen de hoeveelheid zonlicht optimaliseren. Op die manier kunnen we een goed verlichte en levendige omgeving creëren. Laten we eens kijken naar raambekleding die flexibiliteit mogelijk maakt bij het regelen van het licht. Goed idee. Het is essentieel om natuurlijk licht en privacy in evenwicht te brengen. Door zonlicht te omarmen, kunnen we de algehele sfeer van de ruimte verbeteren. Akkoord. Laten we het beste halen uit de ramen en de voordelen die ze bieden. Les 48. Hotels vinden in de buurt van het park. Anna, goed, ik zoek een paar hotels in de buurt van het park. Heb je een specifiek budget? John, laten we streven naar een redelijk budget voor accommodatie. Begrepen. Ik ga op zoek naar hotels die kwaliteit bieden binnen dat bereik. Het zou geweldig zijn om een plek te vinden die handig en comfortabel is. Ik zal rekening houden met factoren zoals de nabijheid van het park en voorzieningen. Een balans tussen locatie en betaalbaarheid is belangrijk. Ik zal de opties beperken en u de beste keuzes voorstellen. Op die manier kunnen we een weloverwogen beslissing nemen en geschikte accommodatie vinden. Ik zorg ervoor dat we een hotel vinden dat aan onze behoeften en voorkeuren voldoet. Bedankt, John. Je inspanningen om de juiste plek te vinden worden gewaardeerd. Les 49. Gericht op spraakmakende evenementen. Anna. Laten we ons richten op vijf spraakmakende evenementen voor onze marketingcampagne. John, dat klinkt als een strategische aanpak om ons bereik te maximaliseren. We moeten evenementen selecteren die aansluiten bij onze doelgroep en merk. Absoluut, als u zich concentreert op relevante bijeenkomsten, levert dat betere resultaten op. Ik zal komende evenementen onderzoeken en hun potentieel evalueren. Laten we eens kijken naar factoren zoals de demografische gegevens van de deelnemers en de berichtgeving in de media. Door de juiste gebeurtenissen te identificeren, kunnen we effectief in contact komen met onze doelklanten. Akkoord. We kunnen ons aanbod onder de aandacht brengen en zinvolle verbindingen creëren. Ik stel een lijst samen met de belangrijkste evenementen en bespreek deze met je. Op die manier kunnen we beslissen welke prioriteiten moeten worden gesteld en kunnen we de middelen dienovereenkomstig toewijzen. Les 50: Voorbereiding van buitenactiviteiten. Anna, we kunnen een frisbee, een bal en een deken meenemen om op te zitten. John, dat is een geweldig idee. Het is belangrijk om buiten wat plezier en ontspanning te hebben. Het spelen van frisbee en balspellen zal een element van opwinding toevoegen. Absoluut, het zal iedereen aanspreken en een levendige sfeer creëren. En een deken om op te zitten zorgt voor comfort tijdens pauzes. Het is goed om rekening te houden met het gemak en plezier van onze deelnemers. Laten we ervoor zorgen dat we deze spullen bij de hand hebben voor de buitenactiviteiten. Akkoord. Goed voorbereid zijn draagt bij aan een onvergetelijke en plezierige ervaring. Ik zal ervoor zorgen dat ik ze samen met alle andere benodigde apparatuur inpak. Bedankt, John. Uw aandacht voor detail wordt enorm gewaardeerd. Les 51: Aankleden op de werkplek. Anna, hoe kleden werknemers zich gewoonlijk op onze werkplek? John, we hebben een formele dresscode die professionaliteit bevordert. Ik snap het. Dus zakelijke kleding is de standaardverwachting? Ja, formele zakelijke kleding wordt vaak gevolgd door onze medewerkers. Het is belangrijk om een gepolijste en professionele uitstraling te behouden. Absoluut. Passende kleding verhoogt onze geloofwaardigheid. Moeten we richtlijnen of hulpmiddelen bieden om werknemers te helpen? Ja, we kunnen een kledingvoorschrift delen om duidelijkheid te garanderen. Duidelijke richtlijnen helpen iedereen om aan de verwachte normen te voldoen. We willen dat onze medewerkers een professioneel imago uitstralen. Ik zal werken aan de ontwikkeling van een alomvattend kledingvoorschrift. Bedankt, John. Uw aandacht voor detail wordt gewaardeerd. Les 52. Fouten omarmen. Anna, fouten zijn leermogelijkheden. Moedig ze aan om het opnieuw te proberen. John. Daar ben ik het helemaal mee eens. We moeten een groeimindset bevorderen. Als er fouten worden gemaakt, moeten we begeleiding en ondersteuning bieden. Absoluut. Veerkracht aanmoedigen en leren van fouten is essentieel. Laten we een omgeving creëren waarin fouten worden gezien als kansen om te verbeteren. Op die manier zullen werknemers zich in staat voelen om risico's te nemen en te leren. We kunnen constructieve feedback geven en middelen bieden voor ontwikkeling. Het is belangrijk om leren en groei te benadrukken in plaats van perfectie. Ik zal ervoor zorgen dat ons team begrijpt hoe belangrijk het is om fouten te omarmen. Bedankt, John. Je toewijding aan een positieve werkcultuur is lovenswaardig. Ik 53. Patronen waarderen. Anna, dat patroon ziet er prachtig uit. Goed, ik zal het proberen. John, ik ben blij dat je het leuk vindt. Patronen kunnen visueel interessant zijn. Het is spannend om te experimenteren met verschillende ontwerpen en texturen. Absoluut. Patronen kunnen onze creaties tot leven en karakter geven. Ik zal me ervan bewust zijn hoe het patroon de algehele esthetiek aanvult. Op die manier kunnen we een samenhangend en aangenaam resultaat bereiken. Laten we patronen verkennen die aanslaan bij onze doelgroep. Goed idee. Het begrijpen van hun voorkeuren zal bepalend zijn voor onze keuzes. Ik zal het patroon zorgvuldig in ons ontwerp verwerken. Bedankt, John. Je creativiteit en aandacht voor detail zijn bewonderenswaardig. Les 54. Informeren over late aankomst. Anna, ik moet ze op de hoogte brengen van onze late aankomsttijd. John, dat is belangrijk. Snelle communicatie helpt bij het managen van verwachtingen. Uitstekend. Ik neem contact met ze op en leg de situatie uit. Hebben ze iets gezegd over hun flexibiliteit met betrekking tot het schema? Ze noemden enige flexibiliteit, maar je kunt ze het beste van tevoren op de hoogte stellen. Dat is waar. Transparantie is essentieel voor het onderhouden van een goede werkrelatie. Ik zal een duidelijke en eerlijke uitleg geven voor de vertraging. Op die manier kunnen ze hun plannen daarop aanpassen. Ik kan hen verzekeren dat we toegewijd zijn om ons beste werk te leveren. Bedankt, John. Jouw proactieve aanpak wordt zeer gewaardeerd. Les 55. Recepten overwegen. Anna, natuurlijk, dat zou ik graag willen. Welke recepten overweeg je? John, ik denk erover om een nieuw pastagerecht en een chocoladedessert te proberen. Dat klinkt heerlijk. Ik kijk ernaar uit om nieuwe smaken te ontdekken. Het uitproberen van verschillende recepten zorgt voor afwisseling in onze maaltijden. Absoluut! Het is een geweldige manier om onze culinaire vaardigheden uit te breiden. Ik zal ervoor zorgen dat ik recepten kies die makkelijk te volgen zijn. Op die manier kunnen we genieten van het kookproces zonder ons overweldigd te voelen. Laten we een lijst maken van de ingrediënten die we nodig hebben. Ik help je bij het verzamelen van alles wat we nodig hebben voor ons kookavontuur. Bedankt, John. Je enthousiasme werkt aanstekelijk. Les 56. Vrienden en familie. Anna, sterke relaties hebben met vrienden en familie is essentieel. John, daar ben ik het helemaal mee eens. Ze brengen vreugde en steun in ons leven. Het is belangrijk om prioriteit te geven aan quality time met dierbaren. Absoluut. Het opbouwen en onderhouden van die verbindingen is waardevol. We moeten ons best doen om contact op te nemen en verbonden te blijven. Regelmatige communicatie helpt onze vriendschappen en familiebanden te versterken. Laten we activiteiten en bijeenkomsten plannen om onvergetelijke ervaringen te creëren. Op die manier kunnen we blijvende herinneringen creëren met onze dierbaren. Ik zal ervoor zorgen dat ik mijn waardering uitspreek voor hun aanwezigheid in mijn leven. Bedankt, John. Je toewijding aan het onderhouden van relaties is bewonderenswaardig. Les 57 Op je instinct vertrouwen Anna, het is belangrijk om op onze instincten te vertrouwen en ons bewust te zijn van onze omgeving. John, daar ben ik het helemaal mee eens. Het is cruciaal voor de persoonlijke veiligheid. Luisteren naar onze intuïtie kan ons helpen betere beslissingen te nemen. Absoluut. Onze instincten leiden ons vaak in de goede richting. We moeten ons bewust zijn van ons milieu en mogelijke risico's. Alert blijven helpt ons om veilig te blijven en weloverwogen keuzes te maken. Laten we anderen aanmoedigen om ook op hun instinct te vertrouwen. Op die manier kunnen we een cultuur van persoonlijke veiligheid bevorderen. Ik zal mezelf en anderen eraan herinneren om prioriteit te geven aan bewustzijn en intuïtie. Bedankt, John. Uw toewijding aan veiligheid en welzijn is lovenswaardig. Les 58. Reisplanning. Anna, ik heb een lijst gemaakt van steden die ik wil bezoeken en heb onderweg hostels geboekt. John, dat is een uitstekende manier om reizen te plannen. Het is spannend om nieuwe plekken te ontdekken en verschillende culturen te ervaren. Absoluut. Reizen verbreedt onze horizon en zorgt voor blijvende herinneringen. Ik heb de hostels onderzocht om er zeker van te zijn dat ze aan mijn eisen voldoen. Op die manier kunt u genieten van een comfortabel en aangenaam verblijf. Laten we een gedetailleerd reisschema maken om het meeste uit onze reis te halen. Vooruit plannen helpt ons onze tijd en activiteiten te optimaliseren. Ik zal ook lokale aanbevelingen overwegen om de ervaring te verbeteren. Bedankt, John. Uw grondige planning zal de reis onvergetelijk maken. Les 59. Geduld in moeilijke situaties. Anna, het is belangrijk om geduldig te blijven in moeilijke situaties. John, daar ben ik het helemaal mee eens. Geduld is de sleutel tot het omgaan met problemen. Door kalm te blijven kunnen we effectief oplossingen vinden. Absoluut. Ongeduld kan ons vermogen om helder te denken belemmeren. Laten we onszelf eraan herinneren een stap terug te doen en de situatie te beoordelen. Geduld stelt ons in staat om problemen met een heldere geest te benaderen. We moeten in moeilijke tijden begrip en empathie oefenen. Op die manier kunnen we met gratie omgaan met uitdagende situaties. Ik zal ernaar streven om geduld te kweken in alle aspecten van het leven. Bedankt, John. Je toewijding aan geduld is bewonderenswaardig. Les 60. Een dagboek bijhouden en doelen stellen. Anna, schrijf je meestal in je dagboek. Ik schrijf dagelijks over mijn doelen. John, dat is een fantastische gewoonte. Een dagboek bijhouden kan nuttig zijn. Het helpt me om mijn gedachten te verhelderen en duidelijke doelen te stellen. Absoluut. Het opschrijven van onze doelen vergroot onze toewijding eraan. Ik vind het nuttig om mijn voortgang bij te houden en na te denken over mijn prestaties. Een dagboek bijhouden zorgt voor een gevoel van verantwoordelijkheid en zelfreflectie. Laten we anderen aanmoedigen om een dagboek in hun routine op te nemen. Op die manier kunnen ze effectief hun doelen stellen en nastreven. Ik blijf prioriteit geven aan het bijhouden van dagboeken als hulpmiddel voor persoonlijke groei. Bedankt John. Je toewijding aan zelfverbetering is lovenswaardig. Ik blijf prioriteit geven aan het bijhouden van dagboeken als hulpmiddel voor persoonlijke groei.